sommige mensen zijn echt begnadigd sprekers en brengen het heel naturel. En anderen voel je toch wel de zenuwen en het niet ervaren op de bühne. Het is heel gezellig. Het loopt technisch heel goed, die wagen, hier binnen. En we slaan ons met veel plezier op deze dag. En wie zijn jouw crewmembers hier binnen? Daar staan wat crewmembers, maar die staan buiten. Die gaan zich weer naar binnen. Hallo. Bart. En daar loopt Koen. En Koen is de kapitein van de wagen. Hoi. Het loopt allemaal voor spoeden. Loopt op rolletjes. De zaak loopt maar op rollen. Ik denk dat Lieke daar meer over kan vertellen. Lieke, ik heb het heel druk. Lieke is druk. Lieke doet ook de catering. Alle TED-talks staan al online. Livestream gaat supergoed. Ja, Roen is een fantastische partij om mee te werken. En Felle Media heeft me ingehuurd. En ik ben heel gelukkig dat het allemaal loopt. Mag ik even binnenkomen kijken? Tuurlijk, kom maar binnen. Nou, nog 3,5 minuut. Dan gaan wij een live gesprekje voeren. Camera 3. Guido staat al heel braaf te wachten. Ik krijg een cue van Mark. Ik zet hem voor, dat is in dit geval niet heel veel. Maar ik zet hem door, we tellen hem af. Guido, de cameraman, cueet de presentatrice. En dan doet ze haar verhaaltje. Aan het einde geven we terug aan Mark. Die start weer door. En dan zijn we weer even klaar. En straks gaan we weer live. Eerste talk van vandaag van Barry Swart. Hoe gaat het hier? Ja, het gaat nu lekker. Ja. Want vanochtend technisch heel goed. Nee, het gaat heel goed. Want dus de trein, alle TED Talks staan al online. HD, zijn we heel trots op. Hey, dit is met klussen bij ons. Wordt hij altijd 6 jaar oud? Ja, dus ik doe er gemiddeld 3 per jaar van Mark. Dus ik ben inmiddels al 18 jaar ouder dit jaar. Goed. Heel goed. Waar zijn jullie mee bezig? Alles draait. Aan het wachten, daar zijn we mee bezig. Wat was het leukste tot nu toe? Een meisje uit het Midden-Oosten, uit de protestbeweging in het Midden-Oosten. Dat is erg goed. Ja, daar is het publiek ook heel raar enthousiast over. Dus dat is super. Ja, het gaat goed. Maar er is zoveel wat er gebeurt. En wij willen graag dat alles wat er hier gebeurt, dat dat ook meteen eruit gaat. En dat dat naar buiten toe gaat. Dus we zijn continu bezig met het maken van filmpjes en hups eruit. En, ja, dat is druk. Maar wel heel erg leuk. Ik heb mijn koptelefoon opzetten, want je stel maar, je weet maar nooit of er een regisseur is. Wat ik doe is een beetje heen en weer bewegen. Een paar controls. Een kastje aanzetten. Maar dit doe ik dus ongeveer de hele dag. En nou, ik zit op het eerste balkon, dus ik heb gewoon eerste klasse zicht. Ik vond vooral beatboxen was erg leuk omdat de zaal gewoon spontaan meedeed. Leuke reacties.